Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Het was vandaag Prinsjesdag. Wij hebben dat thuis ook gevierd. Met de miljoenennota Tom Poeze en de kinderen geschminkt als Dick Schoof. Het was een prachtige dag. Over Dick Schoof gesproken, die had er ook zin in. Goedemorgen allemaal. Het is de derde dinsdag september, Prinsjesdag. Het wordt een drukke dag vandaag, maar ook een hele mooie. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in. En het is helemaal niet gek dat ik hier sta. Ook de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, die was in opperbeste stemming. De paarden zijn er klaar voor, de mensen zijn er klaar voor. De route is veilig gemaakt en bovendien ook vrolijk gemaakt. Ja, een paar vrolijke grijze dranghekken. Dat fleurt de boel wel op, inderdaad. Ik heb ooit meegedaan aan Jan van Zanen Home Makeover. Zeker geen spijt van, zeker geen spijt van. Het was een geweldige week. Ze hebben trouwens wel echt een functie, die dranghekken. Prinsjesdag is één van die weinige dagen waarbij je heel dicht bij de koninklijke familie kan komen. Je kan ze bij wijze van spreken bijna aanraken als je die dranghekken even wegdenkt. Ja. Bij wijze van spreken bijna aanraken als je de dranghekken wegdenkt. En als je nog verder doorfantaseert, ben ik misschien wel een prins. Maar het was ook wel echt betoverend. Want waarom bent u hier dan toch? Nou, kijk, ik ben een Disney-fan, dus de stoet, dat is magisch. Ik ben niet koningsgezind, maar de stoet, dat is gewoon magisch. Pas in de magie van Disney. Ja. Hij heeft wel een punt. Koninklijke familie is ook een soort Disney. He, ik ben zelf al jaren benieuwd wie er in het pak van Willem-Alexander zit. Wil ik graag weten. En toen was het bijna tijd voor de rijtour. Albert Bos van de NOS, die zou daar verslag van doen. Maar ik weet niet of hij het heeft gehaald. Over een paar minuten start de stoet. En dat betekent ook dat het tijd is om afscheid te nemen van jou, Albert. Ik Jij gaat op pad. Ja. Dank je wel. Tot gauw. In totaal doen 190 paarden mee. Ga dan, Albert. Ja, ga dan. Ze heeft dit nog een uur geprobeerd. Hè? Tot zover, Albert Bos. Die ons dus gaat verlaten. Succes daar, Albert. Want jij moet door. Naar een andere plek. Dan hier. Partiers en morier een peu. Albert Bos. We'll meet again. We'll meet again. Don't know where, don't know when. Albert Bos. Dank je wel. Na de rijtour kregen we natuurlijk de troonrede in de Koninklijke Schouwburg. Dat is ook altijd een spannend moment voor de voorzitter van de Eerste Kamer. Want die moet dan altijd zeggen, leven de koning, hoera, hoera, hoera. Ik doe dat nu een aantal jaren en je bent natuurlijk toch altijd wel een klein beetje zenuwachtig, want het is nogal wat. Ik heb bij de ochtends te enthousiaste gasten ontvangen, waardoor ik schor was op het moment dat ik hier moest roepen, leven de koning. Gelukkig heeft niemand dat gehoord. Hoe ontvang je je gasten zo enthousiast dat je er schor van wordt? Want... Goedemorgen, excellentie! Ga erop, is hier koffie? Iemand koffie? Voor Fleur Agema was het de eerste Prinsjesdag als minister. En zij kreeg de vraag hoe zij verschilt van de vorige minister van Volksgezondheid. U klinkt wel helemaal als een echte minister van Volksgezondheid. Hoeveel verschilt u eigenlijk van de vorige minister? Nou, tot nu toe ben ik precies dezelfde. Maar er gaan natuurlijk momenten komen. Maar toch niet dezelfde als de vorige minister? Ik ben nog steeds precies dezelfde persoon zoals ik Kamerlid was. Nee, maar ik vroeg in hoeverre verschilt u nou van degene die wij hier de vorige keer hadden zitten? Nou, ik ben nog steeds precies dezelfde. Nee, de vorige minister. Hoe je daarvan verschilt. Hier, dit is mijn paspoort. Daar staat toch. Fleur Agema. Oké, volgende vraag. Wat is uw lievelingseten? Ik ben en blijf Fleur Agema. Er mochten natuurlijk ook weer Kamerleden bij de troonrede zijn. De Telegraaf sprak met BBB-Kamerlid Mariska Rikkers. Al wisten ze dat zelf niet. Dag mevrouw, hallo. Ja, met wie bent u hier mee? Ik ben zelf Kamerlid. Ik snap het ook wel. Het is ook lastig met al die nieuwe Kamerleden. Ze spraken ook nog VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil. Want help mij nog even. Ja, het is vervelend dat ik het moet vragen, maar u bent Kamerlid van? De VVD. Ja, inderdaad. Ja, even een nieuw gezicht. Dan moet ik even wennen. Ja, nou, zo nieuw is het niet, hoor. Nee. Het is al mijn vierde Prinsjesdag. Hierna werd het nog erger, want het bleek zijn eigen tante te zijn.
Toen was het tijd voor de troonrede. En ik vond dit keer toch vreemd om er naar te kijken. Want ik zie Willem-Alexander toch een beetje als een gezellige kakker. En de afgelopen jaren las hij altijd de troonrede van Rutte voor. En dat paste wel bij hem. Ik bedoel, ik vond dat nooit heel raar klinken uit zijn mond. Maar nu moest hij de boodschap vertellen van de PVV en de BBB. En dan valt het ineens veel meer op dat hij ook gewoon maar een voorleesmuppet is. Juist de combinatie van landbouw en natuur maakt het Nederlandse landschap sinds jaar en dag zo mooi. Dat Nederlandse boeren tot de meest efficiënte ter wereld behoren. Dat is iets om trots en zuinig op te zijn. Dit komt zo uit de BBB-campagnefolder. Nou, deze mevrouw die was fan. Wat viel u op aan de troonrede? Heel veel positiviteit. Hele warme woorden over onze voedselmakers, de boeren, de vissers, de telers. Daar heeft hij echt een hele passage aan besteed. Dat vond ik echt heel mooi. Ja, nee, nou, dit telt niet. En je mag niet ontroerd raken als de koning een stukje voorleest dat je zelf hebt geschreven. Je kunt hem alles laten zeggen. Je kunt hem de ingrediënten van smeerworst laten voorlezen als je dat wil. Oh, dat hele stuk over onverzadigde vetten en varkenscollageen, dat vond ik zo mooi. Ja, dan denk ik echt, ja, jij bent ook wel echt mijn koning. Wilders, die was ook al zo trots. De koning noemde toch als een van de allerbelangrijkste punten een veel strenger asielbeleid. Hè? Ja, strenger asielbeleid, dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook de koning die mijn tekst voorleest. Maar het is wel waar. Dat stukje over asiel klonk inderdaad behoorlijk PVV-achtig. Kernwoorden zijn sneller, strenger en soberder. Denk aan een versnelde procedure. Yep. Ja, die prinsessen moesten ook nog even wennen aan de nieuwe toon. Hè? Je ziet Alexia ook denken van, ik heb de politiek al een tijdje niet gevolgd, maar wat de fuck is hier gebeurd, joh? Er kwam van alle kanten kritiek op het kabinet dat nog veel plannen niet uitgewerkt zijn. En dat merkte je ook in de troonrede. Binnenkort ontvangt u de hoofdlijnen van het herstelplan kwaliteit onderwijs. De mestcrisis. Waarvoor u binnenkort een plan van aanpak ontvangt. De nota ruimte die het kabinet voor de volgende zomer presenteert. Het bestaande zorgakkoord krijgt de komende tijd concreet handen en voeten. In het voorjaar zal het kabinet u een eerste inventarisatie van mogelijke verbeteringen toesturen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Al dus de persvoorlichter van het kabinet komt nog. Ik vind het altijd leuk om tijdens de troonrede ook gewoon een beetje naar die mensen in die zaal te kijken. Problemen die al lang vastzitten onder ogen te zien en lostrekken. Met begrijpelijk, uitlegbaar en vooral ook uitvoerbaar beleid. Wacht even. Ik weet niet of je het zegt, maar wat deed Mona Keizer? Nou, kunnen we dat nog een keer zien? Even kijken. Problemen die al lang vastzitten onder ogen te zien en lostrekken. Met begrijpelijk, uitlegbaar en vooral ook uitvoerbaar beleid. Ja, dat wist ik ook niet, maar dat is dus een Volendamse traditie. Pepermuntjes altijd even 5 minuutjes opwarmen. En ze had nog meer trek. Heb je dat gezien? Even later. Kijk hier. En met de eerlijke boodschap dat de mogelijkheden altijd begrensd zijn. Het was een lange troonrede, dus ik snap het ook wel. En ook voor de oppositie was er genoeg te smullen. Chris Stoffer van de SGP, die had echt zitten genieten. Ja, ik vond het eigenlijk een troonrede voor gewone mensen. Veel gewone taal erin. Groningen kwam voorbij, Enschede kwam voorbij. Wonen, wat natuurlijk veel mensen raakt. Dus, Ja, Groningen, Enschede, wonen, dat raakt gewone mensen. He, je mist eigenlijk alleen nog voedsel in Dordrecht. Heb je echt alles. Maar wat ik het mooist vind aan Prinsjesdag, dat zijn al die tradities. Bijvoorbeeld deze, aan het eind van de dag na de rijtour. En wat gaan ze nu doen, binnen? Binnen gaan ze, denk ik, drinken. Een bordje drinken? Een bordje drinken, okay. Misschien iets eten, kom lunch. Dan. En ook de kleren uit. Hé! Hey. Een borreltje en de kleren uit. De traditionele natte, naakte lunch. En dit was vandaag. Zometeen gaan miljarden liters koeienpoep ergens heen. Maar eerst, wie heeft dit gezegd? De Avondshow. Wie heeft dit gezegd? Rustig, rustig aan, rustig aan, rustig aan. Rustig ademen, rustig ademen. Neus in, mond uit. Juist, heel goed. A. Rico Verhoeven, die Art Rooiakkers in bad stopt. B. Yvonne Jaspers, die een boer in bed stopt. Of C. Robert ten Brink, die in een bus stapt. Het goede antwoord is... Rustig, rustig aan, rustig aan, rustig aan, rustig ademen. Rustig aan, neus in mond uit. Juist. Heel goed.
wetenschappelijk bewezen dat NPO Start niet schadelijk is voor je tanden. Daarom raden 9 van de 10 tandartsen 3 keer daags NPO Start aan. En die 10e, die ken ik toevallig, die is helemaal gek, joh. Hier, heb je niks aan.